experience. Shame. Okay, I'm a better or an expert, you know. Is dat de samenwerking is tussen Casablanca of vertegenwoordiging Tunesië en Casablanca. Het zijn drie choreografen die hebben een voorstelling gemaakt met vier hele krachtige dames, danseressen en die zie je dus ook meteen hier optreden. Geniet ervan, het is een internationaal project en ik wens jullie veel plezier. Hoe is dit sowieso wel mijn moeite te bestaan? Wat wil je doen? Ja, het project is opgericht door Messina en door Arjen. Dat zijn de twee foundation directors van het project. En ze hebben mij gevraagd als choreograaf. En ze zoeken dan allerlei choreografen bij elkaar die voorstellingen kunnen maken. En ze hebben ook een project gestuurd in Israël, bijvoorbeeld, maar ook met Turkije. Dus het is met heel veel landen tegelijk. Dat was de reden om zo te staan gaan, dus zo is het te beginnen. Want het is natuurlijk veel makkelijker om gewoon lokaal mensen te spelen. En daar gaan samen te spelen. En waarom juist zo internationaal? Ik denk dat voor het leerproces, sowieso als je gaat met dansen, dat je heel veel leert als je met andere culturen in aanraking komt en ook je eigen manier van maken. En ik denk dat dat ook een reden is waarom de dansers ook echt opleiden. Oké, stel jullie dat dan door zoveel invloeden uit Tunesië, uit Marokko, Casablanca, Amsterdam, ja. Is het iets wat een stel invloed? Is het een soort van algemeenheid waardoor ik er wel zelf wel bij kan zijn? Ik wil zeggen, is het zo dat het typisch Marokkaans of typisch Tunesisch is? Ja, ik denk dat iedereen wel zijn identiteit eigenlijk een culturele achtergrond draagt. Maar men zegt eigenlijk altijd dat dans een universele taal is en dat is ook wel zo. Dus we zijn wel degelijk met overeenkomsten en die overeenkomsten zijn dus echt voorstellen maken. En de verschillen, dat heb je een beetje bij. En dan krijg je weer een eigen kleurtje, zeg maar. En dat maakt het juist nieuw, want anders is het al plat. En hoe lang zijn jullie nou? We hebben dit in een week in elkaar gezet. Dus echt heel snel, ze hebben heel hard gewerkt en daar ben ik echt super trots op zijn. En ik ben ook echt heel blij met de andere choreografen, met andere mensen. En die hebben het echt ook heel goed gedaan met hun. Dus ik ben echt super trots. Experts du Nord, laat horen! Dat is het. Thank you.
It's no secret.